Jellis, wij komen hier al 5 jaar, maar het is de laatste keer. Hoe komt dat zo? Ja, dit is inderdaad het afsluitende weekend van een feestmaand die we deze maand gehouden hebben. Het kunsthuis bestaat 5 jaar. Deze locatie hier hebben we altijd in bruikleen gehad van de gemeente. En daar is nu een andere bestemming voor gekomen. Welke weten we niet precies, maar we weten wel dat we in ieder geval per 1 september hier weg moeten zijn. En daarom hebben we ervoor gekozen om zelf in juli een afsluitende maand te houden. Met elk weekend een activiteit. Dit weekend is het fantasy en sci-fi weekend. Daar doe ik aan mee. En Nadine had hier ook heel graag bij willen zijn. Helaas kan ze er niet bij zijn vandaag. En we geven dadelijk een workshop, onder andere met lichtzwaarden bouwen. Dat zijn dit soort zwaarden, die bekend zijn uit Star Wars films onder andere. En we geven een demonstratie daarmee. Kinderen mogen zelf eentje van schuimrubber maken. En dan geef ik ook nog wat les in zwaardvechten. En wat voor soort kunst wordt hier tentoongesteld? Ja, het is heel divers. Multidisciplinair vind ik altijd een mooi woord daarvoor. Het gaat van figuratief tot abstract, beelden, 3D. Kunst en techniek de laatste jaren waar Nadine en ik mee bezig zijn. Dus ja, het is alle disciplines worden hier vertegenwoordigd. En het is af en toe wel heel leuk om naar een thema toe te werken. Dus we hebben dit weekend dus heel specifiek een thema gekozen. En dan zie je dat iedereen toch binnen zijn eigen stijl daar werken bij weet te vinden die aan zo'n thema kunnen voldoen. En dat maakt het dan ook wel heel divers. Nou Rob, hier staan we naast iets heel futuristisch en je hebt er ook het pakje voor aan. Zeker. Maar wat zie ik hier? Dit zijn lichtzwaarden of lightsabers zoals ze genoemd worden. De fans die kennen ze uit de Star Wars films met name. En dit zijn lichtzwaarden, er wordt heel veel mee geduelleerd. Ook als sport kun je dat doen zelfs. En het leuke ervan is dat het een standaard zwaard is, maar in principe komt er een licht uit en er zit mooi geluid bij. En ze hebben alle effectjes. Deze die maakt helemaal een mooi vlammend effect. Nou, dit zijn lichtzwaarden die maak ik in opdracht voor klanten die erin geïnteresseerd zijn. Dus het zijn allemaal custom-made systemen. En samen met Nadine maken we er ook iets meer van. Het is niet alleen het zwaar, maar je krijgt er een heel verhaaltje bij. Een doosje komt erbij met van wie is die geweest, waarom is die van jou, wat heeft die specifiek voor kennis. Waardoor dus echt de techniek en kunst heel erg samenkomen. En dat fascineert ons enorm. En hiernaast, dat is van Nadine, denk ja, ik. Ja, dat is ook iets... Laat even zien. Ja. Niet alleen van Nadine. Nadine die is natuurlijk heel erg vanuit de kunst georiënteerd. Ik kom heel erg vanuit de techniek. En de laatste jaren zien we steeds meer dat er een overlap tussen ons komt. Ik heb een beetje een achtergrond in industrieel ontwerpen en technische elektronica. Nadine is echt vanuit de kunst. Dus zij komt met een verhaaltje en ik kan het dan technisch realiseren. Dus hier is bijvoorbeeld een futuristisch vlindertje gevangen in een klein dingetje. Dat kun je ook aanraken en dan zie je dat de energiegolven die komen dan naar je toe. Dus dat is een heel verhaaltje wat er omheen zit. Daarnaast staat bijvoorbeeld een heel lief gedichtje, dat noemen we een lithopane, zoals dat zo mooi heet. Dat is een 3D geprinte foto. Als je hem uit zou zetten, dan zie je eigenlijk alleen maar een soort relief, dan zie je de afbeelding niet. En dat is iets eigenlijk wat een hele oude Chinese techniek is, om bijvoorbeeld in porselein een afbeelding te maken door dikteverschillen. Maar dan op een hele moderne manier geïnterpreteerd, doordat je licht en donker in hoogteverschillen gaat vertalen. En dat printen we dan uit op een 3D printer en dan krijg je dus een hele mooie afbeelding daardoor. Dus echt... Hele moderne technieken gebaseerd op hele oude geïnspireerde Chinese technieken. En dat is fascinerend om daarmee bezig te zijn. En Nadine maakt er dan weer een heel mooi gedichtje bij. Jullie moeten wel van alle markten thuis zijn. Helaas zijn we dat ook. Dus je kerst heel erg op elkaar af. En dat werkt al jaren heel leuk inderdaad. Maar er komt geen eind aan natuurlijk. Ik hoop het niet. Ik hoop dat het nog heel lang door mag gaan. Ja. Ja. Steeds weer geïnspireerd... Ook door elkaar? Door elkaar, door gemeenschappelijke hobby's die je hebt. Wat ik hier bijvoorbeeld aan heb is het kostuum van een Jedi. Dat komt ook uit de Star Wars film. En we zijn de laatste jaren ook steeds meer op fantasy en festivals te zien. En dat is ons eigenlijk heel goed bevallen. Dat is altijd, er lopen een hoop mensen verkleed rond. Is dat, wat is dat? Maar het is een heel relaxed sfeertje. En daar blijkt, omdat Nadine's kunst ook best wel tegen het... Ja, meer de fantasy aan ligt, dat het ook een hele nieuwe markt is voor haar. Dat ze zegt, dan probeer ik daar eens een keer. En daar valt mijn kunst ook heel goed. Dus dat is ook weer een hele nieuwe bron die we ontdekt hebben. Hey, en je gaat het strakjes openen met een zwaardgevecht, zal ik maar zeggen? Ja, ik geef een demonstratie van wat je kunt doen met een lichtzwaard. Hoe die werkt, waar die vandaan komt. En dan mogen genodigde kinderen, grote en kleine kinderen, mogen zelf aan de gang om van schuimrubber een zwaard te maken. En dan geef ik ze nog wat zwaardvechtles daarmee. Goh jongens, wat zullen we jullie toch missen hier in het kunsthuis. Hè? Jullie waren zo lekker op dreef.
Het kunsthuis, deze locatie zul je misschien gaan missen, maar ik ben ervan overtuigd dat wij door blijven gaan op verschillende diverse locaties. Of misschien workshop lekker in de Pekentuin of andere locaties, dus je bent nog voorlopig niet van ons af. Jullie blijven bij elkaar? Ik merk aan de hele groep dat die intentie er zeker is. Hartstikke goed. Hey, en dit is nieuw werk van jou? Ja, dit is mijn allerlaatste, Deirdre. Mijn werk hangt momenteel in Soest. Al mijn werk. In de bibliotheek, het gebouw van IDEA. In de foyer daar kreeg ik de kans om mijn overzicht daar op te gaan hangen. En dat hangt er nog tot en met 18 augustus. Dus als mensen meer willen zien dan deze, dan nodig ze van harte uit om even naar IDEA te rennen.